vandaag weer een hele leuke nail art. Super eenvoudig om te maken, maar wel heel erg leuk. Hij ziet er best wel spectaculair uit. En als je goed kijkt, dan lijkt dit echt op die spider gel nail art. Ik kan je alvast vertellen, ik heb een haat-liefde verhouding met die spider gel. Ik vind het er altijd super leuk uitzien, maar ik vind het zo'n gedoe en zo'n rommeltje. Ik heb wel vaker dat soort potjes gehad, maar die zijn ook helemaal gaan lekken in mijn laadjes. Dus alles zat onder, ik heb ze daarna gewoon weggegooid. En ik heb er ook eigenlijk nooit meer echt iets mee gedaan. En nu zag ik dus dat op de Artist nummer 30 plaat, dat daar dus dat patroontje van die spider gel, of in ieder geval van die streepjes op zat. Dus ik dacht, die kan ik daar wel heel erg leuk voor gebruiken. Ik ga je ook meteen even laten zien hoe ik mijn inspiratie een beetje krijg. Ik wist dus dat ik deze plaat wilde gaan gebruiken. Er staan nog veel meer patroontjes op. Ga ik je zo meteen laten zien. En ik dacht, ik wil iets maken sowieso met deze spider gel effect. Maar ik wilde ook wat leuke kleuren bij elkaar gaan zoeken. Ik heb voor deze nail art allemaal gel polishes van Loveness gebruikt. En ik heb gewoon mijn hele ring erbij gepakt. Ik heb twee ringen helemaal vol met kleurtjes. En ik wist dat ik een beetje iets wilde wat hierbij past. Want ik vind het altijd leuk om dit voorbeeldje zo erbij te leggen. En dan met de plaat. En dan eventueel nog met wat lakjes erbij. En dan vind ik het gewoon mooi op de foto. Hoeft natuurlijk niet, want dit kan je ook prima in allerlei andere kleuren doen. Maar zo krijg ik dus ook inspiratie. Als ik denk van wat zal ik weer eens maken? Welke kleuren zal ik gebruiken? Dan kijk ik vaak ook gewoon naar het hoesje van de stempelplaat. En als ik dan denk dat vind ik een leuke combi, dan ga ik dat doen. Ik heb dus op mijn ring een aantal kleuren erbij gepakt. Zo heb ik bijvoorbeeld de Coziness. Dat is een beetje zo'n grijzige kleur, grijsblauw. De Enjoy, dat is een wat meer donkerdere blauwe kleur. Steel Grey vind ik ook een hele mooie grijze kleur. En Amazon, en dat is eigenlijk meer een grijsblauwige kleur. Ook wel heel erg mooi. En ik wilde ook een wat lichtere kleur erbij hebben en dat is Be Bright. En dat is eigenlijk wel een iets meer gelere kleur, een beetje crème gelig. En toch vind ik die er wel heel erg mooi bij passen. Dus dit was een beetje mijn kleurenpalet. Dat heb ik ook weer hetzelfde gedaan met de Moyu stempellakken. Deze stempellakken heb ik allemaal en die passen er natuurlijk ook weer perfect bij. Dus zo kies ik gewoon mijn kleurtjes een beetje bij elkaar. Ik zal ze even snel opnoemen. Die blauwe aan deze kant is Denim Jeans. Dan heb ik Heaven Sent, dat is die lichte kleur. Die grijze is Silver Fox en die hele donkergrijze, bijna zwarte, is New Moon. Dus dit is mijn kleurenpalet waar ik mee ga werken. En ik heb natuurlijk nog wat glittertjes, want een nail art is niet compleet als ik geen glitters heb gebruikt. Dus ik heb hier voor de Holo Summer glitters gebruikt van Loveness, nummer 1 en nummer 4. Dit is een beetje wat meer grijzige kleur en deze is iets meer blauwig. En die passen er ook echt perfect bij. Dus die heb ik allemaal gebruikt voor deze nail art. Dan ga ik je nu eerst nog eventjes natuurlijk laten zien wat er allemaal op die plaat staat. Het is dus de Artist plaat nummer 30 van Moyu Londen. En dit is echt een hele leuke plaat. Er staat eigenlijk van alles op. Het is niet echt een bepaald thema of zo. Ik vind al deze patroontjes ook wel erg leuk. Een beetje dat abstracte. Hier kun je een beetje zo'n marble of een beetje dat watermarble creëren met deze platen. En hier zitten dus die streepjes die ik heb gebruikt. Ook deze zijn heel erg leuk. Van die vierkantjes, hoekjes. Dit is een beetje zo'n vlek. Leuke teksten staan er ook op. Enjoy the little things. Carpe diem. I'm a limited edition. Inspire and c'est la vie. Dus ook die teksten vind ik heel erg leuk. En ik dacht eerst van ik ga gewoon allemaal verschillende nail arts maken met deze plaat. Maar uiteindelijk dacht ik, nee, ik ga gewoon die streepjes gebruiken op verschillende manieren met verschillende kleuren. Heel simpel, maar echt heel erg leuk. Dus ik ga je nu gewoon laten zien hoe ik zo'n nail art heb gemaakt. Ik heb al een nageltje voorbereid, zoals altijd. En dit is de Steel Grey. Die kleur heb ik er alvast op gedaan. Twee laagjes uitgehard in de lamp. En daar ga ik nu meteen ook die glitters op aanbrengen. Dit is dus die 01, die iets meer grijzige kleur, grijsblauwig. Past er heel mooi bij. En hiervan ga ik nu gewoon even een baan aanbrengen in het midden van de nagel. Er zit nog een plaklaag op de gel polish en daar plakt deze glitter echt perfect op. Het is een hele fijne glitter. En ik breng gewoon in het midden van die nagel een baan aan. Dan heb je gewoon net even wat leuks, wat extra's op de nagel. Je hoeft dat natuurlijk niet te doen. Maar jullie weten inmiddels dat ik gek ben op glitters. Dus eigenlijk als basis gebruik ik dat heel graag.
Hier ga ik nu een topcoat overheen doen, zodat de glitters goed zijn ingeseald en zodat ik daar dan weer overheen kan gaan stempelen. Dus ik breng een topcoat aan, deze hard ik uit in de lamp en dan kom ik zo meteen terug met alle stempelproducten. Oké, de topcoat is uitgehard. Ik verwijder de plaklaag met alcohol en hier gaan we nu overheen stempelen. Ik ga stempelen met die donkergrijze kleur, de New Moon. Een hele mooie kleur vind ik dat, net iets minder hard dan zwart. Lekker sprekend en goed dekkend. Die breng ik dan aan op dat patroontje hier met die streepjes. En zoiets is altijd best lastig, want het zijn natuurlijk hele fijne streepjes. Dus je wil dat wel goed proberen op te pakken. Ik schraap er overheen. Ik pak hem op met mijn doorschijnende stempel van Mojo. Dan zie je dat er nog wat overtollige dingetjes op zitten. Ik pak dat altijd even gauw weg met mijn duim. En nu is zo'n doorschijnende stempel weer ideaal, want je kan precies zien waar je wilt gaan stempelen. Dus ik hoop dat jullie goed mee kunnen kijken zo. En dan duw je de stempel op de nagel. Nou, zo simpel is het. Echt superleuk. Je kan dit natuurlijk op verschillende manieren doen. Ik heb hem hier nu gewoon aan de onderkant zo gedaan. Maar op het voorbeeldje kun je zien dat ik hem ook hier bij deze heb ik hem wat schuiner gedaan. Dit is dezelfde ondergrond, ook die steel grey met diezelfde glitters. Hier aan de bovenkant schuin en hier aan de onderkant schuin. Ja, echt super leuk. Dus je kan het natuurlijk op verschillende manieren doen. Kijk gewoon wat je zelf leuk vindt. Zo aan het uiteinde vind ik er ook altijd wel heel erg leuk uitzien. Nou ja, zo simpel is het dus. Heel eenvoudig, maar het ziet er echt wel uit alsof je dus bijna die spider gel gebruikt hebt. Hier gaat natuurlijk weer de topcoat overheen en dan is de nail art klaar. En zo zie je dus dat het echt een super eenvoudige nail art is. Heel gemakkelijk om te maken. Leuk op één accentnageltje, maar ook zeker leuk op alle 10e nagels. Ik ben heel benieuwd wat jij van deze nail art vindt en of jij de spider gel wel eens gebruikt bij jou in de salon. Laat het even weten bij de reacties hieronder. Alle producten die ik heb gebruikt in deze video zijn verkrijgbaar via Bibi's Beauty & Supplies. Een link daarvan staat onder deze video. Als je deze video leuk vond, doe dan weer je duimpje omhoog. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik zou het natuurlijk ook heel erg leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. Dat is gewoon gratis en dan ben je altijd als eerste op de hoogte van mijn nieuwste video's. Ik vind het ook altijd leuk als jullie mij taggen in foto's die jullie hebben gemaakt. Ik vind het echt altijd leuk om te zien dat jullie mijn video's als inspiratie gebruiken. Je mag me dus altijd taggen en als ik jullie foto's zie probeer ik altijd even een berichtje achter te laten. Dus doe je duimpje omhoog als je de video leuk vond. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je snel weer!